Wil jij een vriendin? Nou, als ik jou zo zie lopen nu. Ja, dankjewel. Niet alleen werk en studie wordt door corona aangetast. Ook het maken van sociaal contact is een stuk lastiger. En dat is een probleem voor de singles. Daarom gaan we de straat op met de vraag, wat is jouw versiertip? Ik doe daar niet aan. Ik word versierd. Mijn versiertip is altijd mijn vriendelijke lach. Ik kan versieren wat ik wil. Ja, gewoon met mijn werphengel toch? Je moet goed de aas hebben, dat is het belangrijkste. Alles komt op zoet af, hè? Zo is het. Gewoon jezelf zijn, een beetje leuk doen. Dan moet het allemaal vanzelf wel goed komen. Een goede pick-up line. Nou, soms ligt er aan het type meid. Maar ik zeg soms, ben jij van Tennessee? Want jij bent de enige team die ik zie. Ja, gewoon zo'n lekkere fouten. Zoals van, ja, deed pijn toen je uit de hemel viel. Ja, daar ga ik me goed op. Is je vader een DJ, want je bent een plaatje, weet je wel. Dat is ook, nee. Afknappers. Als een meisje echt een klote stem heeft of heel erg stinkt. Dat vind ik echt een afknapper. Ja. Heb je daar ervaring mee, stinkende meisjes? Nou, niet per se met stinkende meisjes, maar... Nou. Ik heb één keer gehad dat ik een date had met iemand en die zaten op het terras en die deed toen zo, ober. Toen dacht ik, nee, niet doen, niet doen. Meteen vol erop af willen gaan. Als in meteen denken van, oké, in de pocket en we gaan gewoon nu in één keer alles doen. Dus eigenlijk geen interesse, maar gewoon alleen maar... Nou, of we lussen op met me uit, of we krijgen een fotootje, of je krijgt een briefje met een telefoonnummer stiekem erin. En denk, nou, ik schiet dan maar gewoon in de lach. Denk, zijn niet goed, joh. Ja, en vieze vrouwen, die hebben jij ook natuurlijk. Onverzorgd, roken, te veel drankgebruik, blowen, dat soort dingen allemaal. Maar je ziet wel in vrouwen dat je denkt, nou, dat ziet er niet uit, die hebt haar vandaag niet gewassen. Nou, ik heb geen vriendin, wat zouden jullie mij willen aanraden nu? Dus even iets meer in je haar. Als ik jou was, zou ik wat, weet je, een beetje uitdagender kleden of zo. Ik weet niet, man. Plain shirt is, ja, ik bedoel, ik heb zelf ook een plain shirt aan, maar omdat ik niet op de versiertour ben vandaag. Ik denk gewoon, zoals nu, mensen aanspreken. In een cafeetje kan je nog zitten en gewoon praten met mensen. In dat geval, gaan we straks naar het cafeetje? Ja, waarom niet? Wil jij een vriendin? Nou, als ik jou zo zie lopen nu. Ja, dankjewel. Heel veel complimentjes. En dan lukt het wel. En dan gaat het wel goed. Van zo, met jou wil ik wel een stroopwafeltje eten. Ik zou, als ik jou was, eerste date zonder alcohol doen. Want dan laat je als jongen ook zien dat je niet per se dronken leuk bent, maar ook nuchter leuk kan zijn. En gewoon vooral dingen vertellen en dingen vragen. En ja, dat een beetje. Nou, jij was hartstikke leuk hoor. Komt helemaal goed, denk ik. Mijn kinderen zijn ouder als jou. Dus ja, helaas. Nou, is niet aan u te zien hoor. Nee. Dankjewel. Leven de botox. Nou, voor mij heeft het in ieder geval gewerkt, want ik heb de eerste 3 nummertjes al binnen, wilde ik zeggen. Maar daar zul je de eerste al hebben. Ja, ik kom er zo aan, ja? Na een kwartiertje.